Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, en dat is Beautiful Amor. En vandaag gaan we politie op hielen doen in de Mercedes AMG GT. Nogmaals, ik heb echt geen verstand van Mercedes, dus ik zou begot niet weten wat het voor een voor precies is. Ik geloof gewoon de Mercedes AMG GT als die bestaat. Daar hebben jullie in ieder geval massaal op gestemd. De RS3 die kwam echter ook in de buurt. Ik had namelijk onderaan gezegd van ik denk dat de keuze wel duidelijk is, maar dat, dat ik toch jullie ga vragen om te stemmen. En toen reageerde al iemand, ja, je denkt natuurlijk dat de Mercedes gaat winnen. Maar ik vind, de Audi maakt ook kans, maar toch kies ik voor de Mercedes. Dus dat vond ik wel, ja, hij had gelijk. Want de Audi die kwam eigenlijk maar met 10 stemmen eronder. Dus de Mercedes AMG GT komt nu de RS3. 2018 is laatst, of 2017 is laatst gekomen in GTA. En die zag er ook wel gruwelijk uit, maar dus nu de Mercedes AMG GT. En die is ook wel echt gruwelijk in deze kleur. Nou, dus dat is deze. Ik heb daar een motor staan bij de poort, omdat ik... anders gaat die poort dicht. En als ik dan met poppetje Wim, als ik daar dan naartoe ga, dan gaat de poort ook niet voor mij open. Die gaat alleen open voor Michael of zijn familie. Het is zo, politie op hielen, voor de mensen die het niet weten, even heel snel uitgelegd. Je gaat van punt A naar punt B met 5 sterren politie. Je hebt maar in je vuurwapen 60 kogels en nog 2 sticky bombs voor het geval dat. Ik mag mijn vehicle 1 keer fixen. Dat doe ik nu even en cleanen voor het geval dat ik toen net ergens in op was gereden. En van punt A naar punt B, 5 sterren politie, niet over de snelweg. En mijn locatie is het huis van Trevor. Ik ben begonnen bij het huis van Michael en ik ga nu naar het huis van Trevor. Ik dacht, dat is iets anders. Normaal pak ik van het uiterste puntje onderaan de map naar het uiterste puntje bovenaan de map. Maar nu doe ik het dus wat anders. Dus ik zou zeggen, zijn er nog vragen, laat het in de reacties weten. Nou, ik heb hem ingesteld tot ik... niet meer dan tot ik niet kan verliezen. Dus ik zou zeggen, als ik de eerste politieauto tegenkom, of de Zulu, dan vertrek ik. Nou, ik ga vast. Fuck it. Oh, ik heb nog geen route. Goed, het huis van Trevor is geloof ik dit dingetje hier. Nou, hij gooit me nu dus via de snelweg. Dus dan pakken we hier en dan rijden we zelf alleen. Kijk, hier is dus het punt van hij gaat via de bergen. En hier is het punt van hij gaat via de snelweg. Oké, dus we zijn vertrokken. Ik zie nog niks, maar dat komt zo meteen wel. Ik hoor alles al. Lekkere auto, mooie auto, zeker. Vooral vet dat spoiler zo omhoog komt als je een bepaalde snelheid hebt. Om nog sneller te gaan is dat, denk ik. Let op. Zonder pardon zal er op mij geschoten worden, zonder pardon zal er mij tegen mij opgereden worden. Oh, RS6 achter mij aan. Gelukkig hebben we niet de echte topsnelheid van de RS6. Hier staat het licht waarschijnlijk een spijkermat. Nee, toch niet, mooi. Hier wel. Amai, amai, amai. Amai, amai, amai. Omdraaien, omdraaien. Nee. Ga dan niet omlaag rollen, glijden. Ga nou even op je... En snel een beetje. Oh, spijkermat. Oh, vol eroverheen. Ik zag hem veel te laat. Dat wordt op 2 wielen rijden, denk ik. Of op 3. Maar dat is gewoon als je nu stuurt, hè, dan ga je alle kanten op. Behalve de goeie.
Gassen, 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 gassen. Linksop, linksop. Of ja, gewoon de boog volgen. Ah, ze zetten hem goed af hoor. Oh, even opletten dat ik mezelf niet opblaas nu, maar ik heb weer wat geraakt. Ah, shit. Ah, dit wordt moeilijk, dit wordt moeilijk. Oh, ik mag nog een keer fix doen trouwens, hè. Fix, clean, zo, en we zijn weg. Rechts er langs. En verpest. Ja, volledig verpest. En... gassen, 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 gassen. Oké, nu is geloof ik nog een rechte weg daar naar... Ah nee, we moeten nog het vliegveld omheen. Oeh, dat was een frontaaltje. Ze sturen altijd al naar rechts of links. Voor mij rechts. Dus dan weet je eigenlijk al dat je al naar links kunt gaan sturen. Maar ja, dat gaat erg moeilijk met deze wielen. Want ik ga nu vol naar rechts en er gebeurt niks. Ik ga vol naar links en er gebeurt ook niet veel. Dus ergens blokkeert alles. Ja, zie je? Rechts voor blokkeert alles. Ik kan alleen maar rechtdoor nog. Dat kan wel. Het is nog 800 meter, kom op. Nee, ik ben dood. Ik ga dood. En ik kan niet meer sturen. Ik kan niks meer. Achteruit kan ik wel sturen. Zo kan ik ook sturen. Waarom kan ik achteruit wel sturen? Nou, ik ben in ieder geval weer in de goede richting. Maar ze zijn hier met z'n allen. Gassen, 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 gassen. Ja, 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 ja. Oké, kom op. Maar ik kan de bocht naar rechts niet eens gaan maken hier. Misschien als ik ergens tegenop rij, dat hij me naar rechts gooit. Ik zit meteen naar links. Oh, ik heb misschien ook wel een manier. Van gas. Oh nee! Wow, nee shit! Gassen, 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 zo ver mogelijk komen. Gewoon full speed. Oké, ik ga de voet verder, fuck it. Nee, dat ga ik nog niet halen. Oh, jammer joh. Ik dacht misschien nog even een paar honderd meter rennen. Maar helaas, mensen, de volgende video met, hoe heet dat, politie op hielen zal over een paar weken zijn. Zoals jullie weten is dat niet volgende week, niet de twee weken daarna, maar dat zal echt nog even duren. Maar er komen twee auto's in beeld. Geef je stem uit voor welke dat gaat zijn. Dat zal een BMW of een Audi worden, maar nu een wat grotere versie, een wat SUV groot. En stoer. Dus ik zou zeggen, breng je stem uit, laat het in de reacties weten. En laat ook even weten of je een leuke video vond. Tot de volgende. Doei!